Jenewaard is het middelpunt van Nationaal Park de Oude Veen. Met natuur, recreatie en musea. Ja, Jenewaard is een prachtig dorpje midden in het natuurgebied. En qua maar een rijke historie op het gebied van ja, rijtsnijers en viskers en skippers en boeren. Jenewaard is bovenal een beetje wel het centrum van het Nationaal Park. Dus van de natuur, maar aan de andere kant hebben wij natuurlijk ook hier een heel soort ondernemers die in gebruik van mensen willen van het gebied en van de mogelijkheden. Maar al die musea, die kennen net zonder vrijwilligers. Het hele Scootsmuseum bedroegen toch vrijwilligers. Er is geen één betellen kracht en alles wordt toch vrijwilligers doen. Want wij voornamelijk dat IJs-Else organisatie wil. Moeite hier om vrijwilligers te vinden. Het kenmerk van vrijwilligers is dat ze het doggen, ik omdat ze er willen aan hebben. Het met plezier opleveren je. Ik ben 1954 begonnen met de smet in Wezen. En ik heb altijd mooi werk voor, maar ik ben net altijd smet best. Het is een verslaving geworden. Aan de ene kant jouwen ze een stukje arbeid, ja, ze doggen hier al je werk, maar aan de andere kant krijgen ze een heel soort waarom. En wat ze waarom krijgen is, we drinken hier maar snel een bak koffie, we hebben gezellig, we doggen dingen met elkaar. Je zit net alleen nog thuis, alleen nog achter de geraniums. Nee, je wordt je waardeerd, je wordt opgenomen in het team en je doggen met de hele club en we zijn maar snel een grutsk. Op datgene wat we hier maar z'n allen deel zetten. Maar we staan wel hier natuurlijk voor de vrijwilligers en we verwelkom je ze graag hier in Jenewaard en omstreken, moet ik zeggen, want we hadden niet direct bij in deze campagne. Elke tiertje hebben we vrijwilligersdag en dan komen ze hier al een keer en beginnen gewoon om jagen horen met een bak koffie. En net na een kwartier dat we zeggen, nou de koffie op en nou aan het werk. Nee, dat sociale samen zijn is belangrijk.